Oh, sorry. Zie je de fles in beeld? What the fuck? Hé hey Marcel. Even kijken, ik weet het niet meer. Hier zit die. Ik zie echt niet waar ik loop. We hebben een boergeest. Zie je hem afgaan? K2? Ja, dat komt een no live zijn. Nee, want ik sta er een heel eind vanaf. Nee. Dat is niet van de kat van dat ding hoor. Zou je dat nog een keer kunnen doen? Zou je nog een keer dat lampje kunnen laten knipperen? Kijk eens. Dankjewel. Ik weet niet of jullie het ook zien. Dan mag je hem ook even loslaten. Laat maar even los. Laat maar even los. Holy. Heeft iemand ook nog de SLS? Nee, die staat even uit. Die staat heel even uit. Oké. Mijn camera, ik kan wel zeggen, die concentreert niet. Hè? Mijn camera concentreert niet. Nee, moet eens kijken hoe die afgaat in het rood. Zie je dat? Uh-huh. Ik probeer het te filmen, maar ik heb geen kans. Kun je hem even weer loslaten? Hallo, dat is goed. Helemaal top. Wat blijft die pieken, of niet? Nee. Ik weet niet of jullie dat ook zien, maar... Concentreer. Er liggen ook nog wat balletjes erop. Het is heel leuk dat je dat... Nee, liggen niet meer. Liggen die er niet meer? Oh. Ik ga het uit. Oké. Er liggen geen balletjes. Zou je die niet willen aangaan, alsjeblieft? Maar wel een rempot. En 3FM is alweer weg. Die hebben wel een leuke avond gehad, eigenlijk. Er staan twee rempotten nog. Ja, er staat op de grond ook nog wat piepetjes, ja. Goed zo. Laat hem maar even los. Gek, hè? Want daar zagen we net ook dat die schaduwfiguren lopen, hè? Zag je daar? Wat hoor ik nou dan? Ja, dat is los. Oh. Ik kan er wel langs kloppen als je wil. Hoorde je dat, die deur? Ja, die klap boven. Die boven, ja. Dat was geen kleine klap. Die klap boven, joh. Ja, het is rustiger nu. Kun je nog een keer dat geluid maken boven? Gaat de focus weer. Wat was dat dan? Dat was jij dat? Ja. Ik denk dat die ding is. Hm? Die is eruit. Ja, kom. Wat? De SLS even pakken. Wat is dat? Nou, we pakken even de SLS-camera erbij, dan zullen ze wat meer zien, hoop ik. Nee. Daar ben ik. Maar kun je dat goed zien, hè? Camoufleerd. Zit er helemaal een schaduwfiguur zit tegen de mensen die dat houden. Ja, dat is Inky. We hebben wel wat leuke dingen meegemaakt. Ze straks ook wel. Ik denk dat ze aardig geschrokken zijn op een bepaald punt. Ja. De uitzending wordt alleen niet zo lang. Ik geloof dat ze iets amper 2 minuten hebben. Zo die deur, bewoog die deur nou, of ben ik nou helemaal mogelijk? Het ziet er echt uit als een kerstdorp. Kijk eens. Prachtig. Ja, mooi hè? Kling, klokje, klingelingeling. Oh nee, ik ga geen mensen in de live aannemen hoor. Daar gaan we niet aan beginnen, sorry. Oeh, waar ben je nu op live nou? Hè? Waar ben je nu op live nou? TikTok. Oeh, vandaar ja. Hoi Dorothy. Heb je gehad de SLS? Yes, sir.
Even naar ja. Zal ik even kijken waar die net was? Ja. Ja? Die stond net daar bij die radio, met je, hè? Dan zat hij op de grond. Oh, ja, hallo. Ja, en met hem zie je. Kijk, mijn paaldansen, joh. Jezus, zie je paaldansen? Hij zit daar weer op de grond, hè? Kan je naar ons zwaaien? Hallo? Je moet dus een Spaans muziekje onderzetten. Dat is bizar, hè? Dan gaat hij daar af en hier af. Nou, zit je daar weer op de grond, hè? Wat doe je daar de hele tijd? Want dat is, daar zat je net ook al. Oh, zo. Heb ik je beledigd? Ja. Kun je nog eens weer terugkomen, alsjeblieft? Hoi. Ja. Dank je wel. Hij zit voor die radio. Hè? Hij zit voor de radio. Ja. Hij zit voor de radio? Radio aanzetten. Kun je zwaaien naar ons als je wil. Hoi. Is er iemand bekend van je met het verhaal dat bijvoorbeeld een invalide hier gewoond heeft geweest? Hè? Nou, weet je wat het gekke is? Boven kregen we ook een paar keer het woord kanker door, hè? Oh. Ja. Ja. Het zit alleen maar en... Ja. Kun je niet lopen? Ik krijg nou echt zo'n gevoel van... Ja, de vorige keer zat hij ook... Hopeloosheid of zo. Ja, dat het zit, hopeloosheid. Het kan natuurlijk wel eens, die bokkruizen zijn wel gemappeld. Ja, ben je gemappeld? Ja. En vorige keer hadden we er eentje op de grond, ja, die aan het kruipen was. Okay. Die de apparatuur probeerde weg te halen. Ja. En dat kon ook in deze ruimte zich afgespeeld hebben? Jazeker. Mm-hmm. Oh, ben je weer weg. Kunnen we iets voor je doen? Ja, probeer maar eens te staan. Als jij geholpen wil worden, kan je dan iets van je hand opsteken, liever? Moet ik ernaast gaan staan, kijken of ik hem zijn hand kan vasthouden? Ja? Ja? Wacht, dan moet even iemand... Dion, hou jij die even vast? Anders houdt hij ook niet. Of Ingrid, dat kan ook, Inky. Wil jij het doen, Ingrid? Hij staat daar. Hij staat daar. Nou, Ingrid, maar even vasthouden. Wacht even. Goed, ga je aangeven. Staat ik nou naar mezelf te filmen of niet? Nee, dat staat nu niet. Het is wel koud, hè? Ja? Ja, vroeg. Hoe heb je hem vast? Ja, je moet hem met deze moeten draaien. Oh, je, nou zie ik Mike. Ja. Nou zie je Luc. Kijk, dat is Luc. Luc dus zwaaien. Ja. Mooi, hè? Nou, diegene die net op de grond zat. Je mag best wel terugkomen, Luc doet jou niks. Nee. Door niet verlegen te zijn of zo. Misschien kunnen we jou ergens mee helpen. Zou je alsjeblieft terug willen komen? Is hij er of niet? Nee. Hij is nou weer gek, hè? Als er een vrouwelijke persoon daar gaat staan... Moeder, dus. Ja, dat was inderdaad het geval, hè? Ja. Zal ik eens proberen? Ja. Wil jij die even vasthouden? Of gaat dat? Ik heb twee kamers. Nee, ik ga wel even die kant op. Ja, kom maar. Ja? Want dan kun je dat even filmen. En die kat vind ik het wel afgaan, hè? Ja. Ik ga gewoon eens zitten dan. Ga je zitten? Ja. Ja, maar je komt in de glas. Nee, ik denk dat het kan. Ik knijp je door. En als je iets verder naar die kant... Ja, dat wist hij. Zitten naast elkaar. Ja? Ik voel hem ook uit. Even kijken, ik heb beide handen. Wat kan ik voor je doen? Kan hij aan die kant zitten? Daar zit hij ook. Ja, hier voel ik hem. Je voelt heel koud. En jullie doen dezelfde dans? Ja? Ja. Kan ik jou omhoog halen? Zo, dit is nou al zeer raar. Ik voel me helemaal mee heen. Ja. Wauw, hij zit voor mijn gezicht. Oh, nou hoor ik het over de grond heen kruipen. Wat is hij aan het doen? Wat is die rode? Wat je net zag. Dus een soort rode ballen. Hij zat daar links. Ja, dat is een beetje... het einde van het beeld. Zeg. Oh. Een klein beetje misselijk, zeg maar. Hij wordt een beetje gek. Ja, ik voel me ook wel een beetje raar. Wat wil je me doen? Hij is je aan het kopiëren, lijkt wel.
Ja? Ja. Nou, zullen, vind je dat leuk om mij na te doen? Hallo, waar ben je? Gaan we handjes opstellen? Het wordt ook wel kouder in deze. Ja, ja, ja. Ja, ik heb het heel koud hier. Wil je die hand omhoog doen? Ja, het is hand omhoog. Ja? Ja. Wat cool. En doen we nou de linkerhand omhoog? Ja hoor. Ja. Ja, ja hoor, absoluut. Wow. Dat vind ik zo leuk. Oh, wat. Ik weet niet wat daarnaast weer staat. Hij probeert in een dier te veranderen. Het lijkt wel of die... hij wordt langer. Op te staan, maar ook. Hij probeert aan een paal vast te houden en dan op te staan. Zit hij aan deze kant? Nee. Moet ik je helpen? Hij klimt de paal in, lijkt hij op. Klimt de paal. Wow, ik zie gewoon een mist over me heen. Kijk hoe lang die is, joh. Wow! Ja. Wat is dit? Wat doet die allemaal, jongen? Ik krijg het steenkoud. Ja. Schat, het is hier heel koud nu. Kijk dat ding afgaan. Ik word een beetje in paniek op moment. Nee. Ik krijg een heel gek angstig gevoel. Kun je even overnemen? Ja, ik heb twee dingen in mijn hand. Even overnemen? Ja? Ja. Even over, want ik wil even naar Vero. Ja, doe maar. Veiligheid is nodig. Gaat het, Vero? Ja. Ietsjes richting daar, ja. Ik hoor Vero niet, ik hoor een sis. Kijk dat ding afgaan, maar jongen, what the fuck. Maar nu zie ik niks, hè? Oh, mijn beeld is gewoon helemaal weg op mijn camera. Ik zie niks meer op mijn camera. Door die stippen of? Nee, het is gewoon, kijk, het is gewoon wazig. Oh ja. Oh, nu niet meer, nu is het wel. Ja, rustig. Hij zit gewoon aan mijn been. Wat zou hij willen? Kun je een geluidje maken in plaats van zo aan te zitten? Ik ga last van mijn voeten, jongen. Ja. Kun je erin? Ik voel een witje om me heen zagen. Ja, en die voel ik ook nu. Is die wel zichtbaar? Nee. Wat ik zie was, ik denk hier staat hij. Ja, dat is Ingrid. Oh, dat is Ingrid. En hij zat toch aan die kant van de paal, de eerste stand. Mm-hmm. Ja. Het gaat op mijn rug. Ik zie alleen Ingrid. Ja. Veronique, zijn maar weg, hè. Ja, dat is gek. Mijn hart staat heel hoog. Moet je niet gewoon naar buiten, Hero? Nee. Probeer dat te begrijpen. Ik probeer die andere ook nog te krijgen, maar ik zie dat hem. Is hem. Dat is hem. Dat is hem? Ja, dat was hem. Dit is geen menselijk entiteit. Nee. Nee, maar er staat... Er staat een cirkel. Gezondheid. Dit is iets met rituelen of... Mam, er is ook een ritueelcirkel boven je nu, hè? Ja, in de kamer boven je. Hij zit nou trouwens heel erg aan mijn handen, hoor. Nou, ik voel hem net ook. Kijk, zie je die paarse vlek daar? Mm-hmm. Ja, dat is ook een beetje het. Ik voel hem gewoon heel erg. En daar zit hij ook ongeveer... Vicky. Ga eens gewoon zitten of zo. Doe eens even kalm. Ik vind het helemaal niet erg dat je me bekijkt of zo. Wat is er? Zit je vast hier of zo? Wat hebben ze met je gedaan? Zo, okay. Hij komt volgens mij wel uit de kelder daar. Dat zou net geweest. Daar en daar. Oh. Wow. Hoor je dat daar? Ja. Zit hij weer naast me? Hier is het papier aan het kraken. Lichtelijk misselijk. Ik krijg echt heel erg last van mijn voeten. Dieven. Ja. Kijk, daar is helemaal een baas. Ik kan bijna niet meer staan hier. Wat zie je daar? Ik word er helemaal kotsmisselijk. Zie je hem? Oh. Wow, wat is dit? Wow. Oh. Wow. Wat de fuck is dit? Hij komt er naar boven. Hij staat, kijk hoe groot die is, jongen. Maar het is helemaal een hele vier die Fata Morgana. Nou, het lijkt wel of het... Wow! Wow! Wow, dat is nog naast me hier voelen.
Twee, het zijn er twee. Een hele grote zwarte schaduw, zag je dat? Dat is dingen. Het is gewoon... Oh, het lijkt wel 3D daar. Ja? Zie jij nou wat ik zie? Ja. Zo, ik ben helemaal... Oké, hij zit helemaal bij die paal, jongen. Hij zit hier? Ja, hij zit daar. Je raakt hem nu aan. Ja? Blijft hij zitten? Hij is nu weg. Het zijn er twee nu. Er staat er eentje bij naast Ingrid en eentje naast jou. Ja, ze vinden het... Ik weet niet. Het zijn twee hele lange... Ik weet niet wat ze opgeroepen hebben hier. Het zijn twee hele lange dingen. Ik zou maar zeggen hoor. Ja, ze passen niet helemaal op de camera. Hij zit aan mijn vinger. Oh shit. Nou zit hij heel erg aan mijn hand. Dit is echt vaag. Het is aan het aftasten. Ja, dat is het heel goed. Eentje is weg. Er staat er nog eentje bij Ingrid. Ja, hij doet de fucking Riverdance op je hand net. Zeg. Ja? Ja, joh, heel erg vaag hoor. Wat daar gebeuren. Andere kant, ja. Je bent nog live, hè, Dion? Ja, ik ben nog live en ik ben ook aan het filmen. Nice. Zo. Oh, oeh, oh. Hij is nu weg, ja. Zit het nu bij mij ook? Nee, Vero. Bij Vero. Ik heb het idee dat hij gewoon heel dicht bij de camera staat ook. Compleet wegtrekken. Ja, ik heb hard. Ja, die sensor daar beneden moet je denk ik weer rechtzetten. Compleet wegtrekken. Sensor beneden? Ja, die bar. Hm? Onder. Midden van dat ding. Ja, die moet je een beetje recht zetten, denk ik. Zo. De, ja. Nee, die moet even iets rechts staan, volgens mij. Ja. En nu zie ik niks. Nee. Het heeft zo'n Latijnse naam. Ja, hè? Kijk, dat ding ook weer af. Oh! Ja? Als ik de naam hij zit, hij zit aan jouw hij schouder. Hij zit achter je. Kijk, voorop. En ik bal. Hij brandt altijd mijn rug brandt. Ja, dan heb je wordt gekrast, man. Ja, maar dat weet ik wel, want ik ben niet zo wat hij niet leuk vindt, want ik heb zo'n aan het doen. Chokkerij. Hij gaat alles gewoon in haar versterkt hoor, allemaal. Hij zit aan je hoofd. Hij zit in je hoofd, ja. Ik voel hem. Oh, dan voel ik nou jou, want ik voel mijn hoofd ook helemaal. Dat ben ik, dat is mijn rijk. Dus ik pak jou op ook. Nee, ja, dat is gewoon de god wat ik doe. Mam, hij is twee keer zo groter dan jou. Maar het is altijd zo'n negatieve entiteit aan mij. Mm-hmm. Die vinden Rijken niet zo leuk. Nee. Kapper! Ja, zit nog. Aan de andere kant van jou, man. Maar daar ook waar? Achter je, die kant. Ja, nee. Achter je. Recht achter je daar. Hij is nu niet meer zichtbaar. Nee, dat snap ik wel, joh. Als ik zeg dat ik de naam Baal, oh god, hoe heet die? Dat vind ik het eng. Baal? Nee, Baalmet, hoe heet dat nou weer? Baalmet. Ja, hier staat. Iemand die nou... Ja? Ik zie allemaal lijnen. Ik weet niet wat het is. Ja, ik noem zijn naam, hè. Mm-hmm. Wie is Baphomet? Dat is een van de demonen. Dat is geen normale naam. Die komt constant door. Hij kapt hem. Dat is sterk, hoor. Ja, naast je, achter je, man. Achter je. Ja, ik weet het, want ik kom met een rugbrand hier. Mm-hmm. Deze arm. Ja, daar staat hij ook. Ja, dat is mijn bron. Dat is een stapje terug. Als je wat wil, dan ga je communiceren. Je gaat niet lopen branden, je gaat niet lopen krassen. Heb je dat begrepen? En het kan me niet schelen welke vorm je bent of zo. Maar een grens is een grens, begrijp je dat? Terug.
Mm-hmm. Ik krijg een beetje pijn in mijn hele lichaam. Tering. Ik begin een beetje te verkrampen hier. Oeh. Ja. Ja, heel groot achter je. Ja, hij is boos. Vier keer zo groot. Mijn telefoon focust het niet. Maar mijn camera die doet ook niks. Wat als we de box erbij aanzetten? Waarschijnlijk alleen maar. Nou, of Latijns. Oh, ik moet stoppen met filmen even, want ik moet even uitrekken. Yo, ja, mam, achter je. Nou. Hij kan een spin, joh. Hij kan andere dingen veranderen. Mijn energie is weer terug op in de dag. Ik heb geen toestemming tot mijn energie. Stap terug. Hij is weg. Ja. Dat weet ik. Zo'n ruggengraat is weer van mij. Ik heb ook een gevoel dat hij aan ons ja? zit. Telefoon focus op je. Ik wil niet draaien. Nee, ik heb een gevoel dat hij ook achter ons staat, want ik krijg echt, ik verkramp hier. Ik verkramp hier echt helemaal. Ja, jij moet dadelijk gewoon eventjes losstellen, maar dan ben ik... Ja. Daar staat ook verkramp, maar dat is echt, ik merk gewoon... Een hele grote orbe jullie vandaan. Ja? Ja, echt een hele... Wel? Ja. Tussen jullie kwam hier vandaan. Maar we staan even... Nek, jongen. Ik zet deze uit. Zo. Oh, mijn lichaam. Stretchen. Dat helpt ook wel als je als een app zet, hè? Mam, kan je weer zelf filmen? Ja. Ik ga even uittrekken, man. Oh. Hey, ik het is ergens nog of zo. Zo, wat zat hier in mijn lijf, hé? Man, ik wil niet weten hoe goed die was. Dat was het ding was. Ja, dat was niet normaal. Hij zat toch met het dak. Hij zat top. Hij kwam bijna uit het dak ook. Maar je zat ook recht boven de cirkel. Ik moet mijn lijf stoppen. Ja, dat.